Ja, die vechtlust, dat heeft er altijd al wel ingezeten. Dan vecht ik tot de laatste snik door, totdat ik alles eruit heb gehaald wat erin zit. Ik ben Femke Merel-Arissen en lid van de Tweede Kamer voor de Partij voor Dieren. En ik ben ook nog statenlid in de provincie Utrecht en ik woon in heel bosrijk Huis ter Heide. Dit zijn Zorro en Sofietje, twee ruwharige tekkels. Ze moeten iedere dag uit, dus we komen eigenlijk elke dag in het bos. Of het nou regent of de zon schijnt. Ja, het is gewoon heel fijn om hier te wonen. Dat je als je de honden uitlaat, dat je de vleermuizen boven je ziet vliegen. En het bos ruikt ook lekker als het geregend heeft. En ja, ik hou van de natuur. Goedemiddag. Ja, klopt. We zijn bij de stichting De Ezelsociëteit in Zeist. En zij vangen verwaarloosde en zieke oude ezels op. Ik vind het heel erg mooi dat er mensen zijn die zoveel liefde voor dieren hebben. Dat ze de ezeltjes weer helemaal oplappen met hun eigen geld. En er zoveel tijd en moeite en liefde in steken. Dat vind ik heel mooi om te zien. Ik heb rechten gestudeerd in Utrecht en ik had eigenlijk altijd gedacht dat ik advocaat zou worden. Je bent een advocaat voor de dieren en voor de kwetsbare mensen in de samenleving. En dat is veel mooier dan op een stoffig kantoor ergens weggestopt. Je bent iedere dag bezig om Nederland en de samenleving mooier te maken. En het leven van mens en dier te verbeteren. En ik denk eigenlijk dat er niets mooiers is dan dat. Hier zien we Valentijn. Dat is een paard dat ik heb gekocht die naar de slacht zou gaan. Die heb ik gekocht van mijn eerste vergoeding van de Tweede Kamer. Hij is verwaarloosd en je ziet ook dat hij een te krap zadel op heeft gehad. Het gaf mij een ontzettend goed gevoel om hem te kopen en hij heeft nu ontzettend lekker leven. Loopt lekker in de wei met zijn vriendjes. Het is een heel bijzonder gevoel om volksvertegenwoordiger te zijn. Ja, de eerste keer dat je echt plaatsneemt op die blauwe zetel, toen had ik wel even kippenvel. Toen besefte ik echt hoe groot de taak is die ik opneem, maar ook wat voor ongelooflijke eer het is om dit te mogen doen. Ik ben eerst afwachtend, in die zin dat ik echt heel goed op een rijtje wil hebben waar ik het over heb. En nou, dan ga ik me voorbereiden op het debat. En dan wil ik er wel zoveel mogelijk uitslepen. Dan vecht ik tot de laatste snik door, totdat ik alles eruit heb gehaald wat erin zit. Ik denk dat het werk nooit af is. Als mensen van mij zeggen dat ik echt voor hen opgekomen ben en dat ik toch aardig wat idealen heb verwezenlijkt, ja, dan pas voel ik me geslaagd als Kamerlid.